Het is vandaag 5 oktober. We zitten in de Machinist met de eerste singer-songwriter van het seizoen. We hebben Fleur gehad die de boel openen. Fleur, vertel maar eens over, meer over je eigen. Over mezelf. Ik ben in Schiedam geboren, dus ik ben hier uit de buurt. Uit hier in Evenstad? Ja, het Zwarte Nazareth, zoals ze dat zeggen. En ik heb in Rotterdam gewoond en ik woon nu sinds een hele korte tijd weer in Amsterdam. Of eigenlijk niet hardop zeggen. Dus 020, maar... 020. Ja, en ik schrijf liedjes soms en voornamelijk achter de piano. En ik heb vandaag mijn broertje hier gespeeld. In de Machinist hebben we samen een set gedaan met wat eigen nummers en wat nummers van andere mensen die ik het leuk vind. Zoals Prince onder andere. Sorry? Zoals Prince, nummer van Prince. Prince heb ik helaas niet gespeeld. Had ik wel willen doen, misschien een andere keer. Foutje van de man. Hey, hoe lang ben je al met muziek bezig? Nou ja, zo lang als ik kan praten ben ik aan het zingen. Het is wel heel erg lang. Ja, heel lang. Bijna 30 jaar? Nee. Ik ben pas sinds een paar jaar dat ik er iets meer actiever ook mee optreed. Behalve in de douche. Een opleiding gehad? Muzikaal? Nee, ja. Ik heb pianoles gehad. En that's it. Wat zanglesjes hier en daar. Maar de meeste heb ik zelf geleerd. Wat zijn je toekomstplannen? Veel reizen. En, veel optredens, veel nummers schrijven. Naast muziek ook, dus ik hoop het altijd zo breed mogelijk te houden en naast de optredens nog veel meer moois van de wereld te mogen zien inderdaad. Facebook, website? Fleur Kessies, Facebook en Instagram, gewoon mijn naam voluit, Fleur Kessies. Bedankt.